Ik sta hier voor de bibliotheek in Hoogkarspel en daar worden vandaag 3 presentaties gehouden die allemaal gaan over de bronstijd. Voordat de mensen die presentaties gaan geven, ga ik met ze praten. Ze weten van alles over de bronstijd, want het is nogal een levendige tijd hier rondom Hoogkarspel. Er zijn flink wat opgravingen gedaan met resten uit de bronstijd toen er nieuwbouwwijken werden aangelegd. En in de nieuwste nieuwbouwwijk zelfs zijn ook resten gevonden, maar worden nu ook straatnamen vernoemd naar dingen uit die bronstijd. Daar ga ik het ook over hebben. Een hoop informatie over de bronstijd in de bibliotheek Hoogkarspel, nu samengevat. De laatste paar opgravingen in de regio Hoogkarspel, bij de Westfriesiaweg, ben ik betrokken geweest. En natuurlijk het onderzoek in Rijgensborg in Hoogkarspel. Zijn er opvallende dingen naar boven gekomen? Wat dat betreft is Hoogkarspel echt het hart van de Westfriese bronstijd. Daar is het ook eigenlijk allemaal begonnen. In 1965 zijn daar eigenlijk de eerste nederzettingssporen uit de bronstijd ontdekt door archeologen. Van tevoren wisten ze wel dat er bewoning was in het gebied. Je hebt overal grafheuvels. Maar ze hadden nog geen spoor van boerderijen of bewoning gevonden. In 1965 toen iemand allemaal scherven vond ten zuiden van de Streekweg in Hoogkarspel. Toen zijn de archeologen van de UvA zijn gelijk daarheen gegaan, de Universiteit van Amsterdam. En toen begonnen eigenlijk grote opgravingen daar. Echt, voor het eerst werden boerderijen daar onderzocht, grafheuvels. Toen was het Hek van de Dam. Toen hebben ze daar tot 1969 aaneengesloten, bijna gegraven. Echt enorme opgravingen. En het gaat dus over 3500 jaar geleden. Akkerpercelen, grafheuvels, boerderijen, verkavelingssloten honderden meters achter elkaar. Dat was echt indrukwekkend en uniek. Ja, ik heb altijd een beetje moeite met het woord uniek, maar bijzonder. Voor Noordwest-Europese begrippen is het echt uniek. Dus in dat opzicht is die Westfriese bronstijd echt super bijzonder, omdat we hebben hier een kalkrijke ondergrond. Dus invloed van de zee die heeft ervoor gezorgd dat er heel veel kalk in de ondergrond zit. Botmateriaal blijft bewaard, dus als we grafheuvels opgraven met skeletten erin, dan zijn die skeletten nog bewaard gebleven. Je kan daar DNA-onderzoek op doen. En wat verder rest heel bijzonder is, dat je gewoon een bewoning hebt die heel stabiel is en geconcentreerd is op één plek. Dus generatie op generatie zie je dat mensen op één plek blijven wonen. Je hebt echt kleine gehuchtjes en dat wijkt heel erg af van het beeld dat we vroeger hadden. Dus dat we in de bronstijd heb je één huis, een paar honderd meter verderop weer een huis. Nee, in West-Friesland waren het echt dorpjes, gemeenschappen die samenwerkten, die samen sloten groeven en hun overledenen begroeven. Ja, het is een fantastisch prehistorisch landschap wat bewaard is gebleven. Ik kwam hier in 1975 wonen en in Plan Noord. En toen bleek dat daar onderzoek was geweest, maar dat ontdekte ik eigenlijk pas in 2011, dat ik de bronstijd in mijn achtertuin had. En toen ben ik me daarin gaan verdiepen. De eerste, dat was achter de watertoren, van de grafheuvel achter de watertoren op het Bullenland in Hoogkarspel. En in 65, 68 zijn er opgravingen geweest bij het Tolhuis en in 73, 75 in Plan Noord dus. En toen gingen ze meer de nederzetting onderzoeken. En toen kwam ook de naam Hoogkarspelcultuur vanwege al die vondsten. Hè. Ook het aardewerk werd Hoogkarspel oud, Hoogkarspel nieuw aardewerk genoemd. En nog steeds. De opgravingen waren zo talrijk dat het... Ja, talrijk en specifiek voor West-Friesland. Ja, want je hebt verder in Drenthe, vanuit Drenthe, de Elbcultuur en de Hilversumcultuur. En die drie, hè, samen met de Hoogkarspelcultuur, ja, vormt de bewoningscultuur van de bronstijd van Nederland. Ik heb vorig jaar stage gelopen bij ADC Archeoprojecten in januari. En eigenlijk hebben zij mij benaderd met de vraag van, kun jij eens kijken voor het landschap in Rijgersburg Vee?
kun je eigenlijk op zoek naar de sociale ervaringen, herinneringen, gevoelens, gedachten die mensen hebben bij dat stukje landschap. Ik ben juist op zoek naar de subjectieve laag. Wat betekent het landschap eigenlijk voor de mensen? En dat wordt niet heel vaak gedaan. En het landschap is inmiddels drastisch veranderd. Er staat nu een woonwijk en daarvoor was dat er natuurlijk voor een hele lange periode niet. Dus ik ben op zoek gegaan van, nou, wat hebben de mensen ervaren? Wat zijn hun gedachtes? En dat heb ik eigenlijk proberen in kaart gebracht in een zogeheten deep map. Dus ik ben langs de deuren gegaan, ik heb mensen geïnterviewd en dat heb ik allemaal tijdens mijn stage in een groot document beschreven. Verhalen die ik heb verzameld, die dateren vooral uit vanaf 1900 tot 1960. De link met de bronstijd was er in eerste instantie niet heel erg. Je kan natuurlijk wel met de verhalen die ik heb verzameld speculeren met, hebben die mensen dat ook toenertijd zo gedacht? Of hoe hebben zij het landschap beleefd en wat betekende misschien het landschap ook voor hen? Was dat misschien hetzelfde? Op die manier kun je natuurlijk wel vergelijken en speculeren. Het stukje een soort van subjectieve informatielaag. Zo zie ik de bronstijd ook als een informatielaag en de laag die ik heb verzameld ook. En in die zin maakt het de geschiedenis completer en begrijpen we het beter. Als ze dat toen gedaan hadden, dan hadden ze het nu een stuk makkelijker. Precies. Ja, ja. Hebben de opgravingen waar je nu zelf bij betrokken bent nog weer iets nieuws opgeleverd? Ja, dat is een goede vraag. Dus daar zijn we ook elke keer mee bezig van wat levert het allemaal op en wat is nou echt nieuwe informatie. Het onderzoek in Rijgersborg is wat dat betreft redelijk revolutionair, kan ik wel zeggen. Want we wisten eigenlijk wel wat we daar zouden verwachten. We hoopten een grafheuvel te vinden. We wisten bijna wel zeker dat we een paar boerderijen zouden vinden. Maar een van de belangrijke dingen, tenminste wat ik zelf heel interessant vond, is dat je ook bewoning in de late bronstijd hebt. Dat is rond 1000 voor Christus. En dan gebeuren daar hele rare dingen in die periode waar we eigenlijk nog weinig van af weten. Dus we hadden heel goed uitgedacht van oké, wat nou als we sloten vinden uit de late bronstijd? Er zit heel veel materiaal in, heel veel vondsten. Wat willen we daarvan weten en hoe gaan we dat opgraven? Om die vragen die we hebben bedacht op te lossen. Een normale nederzettingsgreppel uit de middenbronstijd, waar je er miljoenen van hebt in West-Friesland. Dat levert momenteel niet heel veel extra informatie op. Dus we zijn dus heel erg specifiek, ook voor Rijgersborg. Dus, of in Rijgersborg zijn we heel specifiek op zoek gegaan naar een aantal van die onderzoeksdoelen. En die hebben we gevonden, gelukkig. Zijn er dan momenten dat je hart echt een sprongetje maakt als je erbij staat en je daar resten van vindt? Ja, omdat we dus heel erg zo gericht bezig zijn, dan maak je hart een sprongetje als je daadwerkelijk vindt wat je hoopt en waar je dan voor de rest op kunt richten. Ik kwam dus wonen in Plan Noord en toen bleek ook dat in 1974 is toen het stratenplan ontworpen op basis van die opgraving, die grillige vormen van de greppels, zie je nog steeds in de wat grillige vormen van de straten van Plan Noord. Alleen toen was men vergeten niet aan gedacht om daar ook namen aan te verbinden. En toen ik in 2015-16 met Rijgersborg 5 verder werd gegaan, dacht ik, ja, dit is de kans om daar wat van te gaan maken. Dus ik heb namens de historische club heb ik de gemeente benaderd. En na enige tijd en geschreven over en weer mocht ik 15 namen aanleveren. Dus dat was erg leuk. Dus de straatnamen die nu al op de bordjes staan, die komen eigenlijk bij u vandaan? Ja, ik was ook best wel trots toen ik voor de eerste keer het bordje bij de Streekweg, het bordje bronstijd zag staan grafheuvel mocht niet, want wie wil er aan de grafheuvel wonen? We hebben er nog wel tumulus, ja, want dat is hetzelfde als grafheuvel, maar daar komen geen huizen aan. Dus uiteindelijk woont er toch niemand aan de grafheuvel, ja. Maar Kreekrug en Ploegkras, ja, dergelijke namen. Kuilenkrans, dat zijn allemaal namen die van sporen die zijn gevonden in Hoogkaspel tijdens die verschillende opgravingen. Ik ben inderdaad even langs geweest. Ik zag het naampje staan, Ploegkras. Wat is dat eigenlijk? Nou, de bewoners van in de bronstijd, dat waren boeren, dus die bewerkten het land. En die maakten in de ondergrond sporen. Ja? En die sporen werden later gevuld met iets donkere
donkerder grond. En als we dus nu gaan graven en bij het afvlakken, dan zie je die ploegkrassen, ja, vandaar die, die zie je nog steeds in de grond. We hebben ze bijvoorbeeld gevonden onder de grafheuvel achter de watertoren. Dus daaraan kon je zien, hey, die grafheuvel, en dat gebeurde vaker, die is later gebouwd op oud akkerland. En zo kun je weer een stukje geschiedenis blootleggen. Ja, dit is sowieso een heel mooi beeld. Ik weet niet of het goed te zien is op de camera. Maar dit is een oude foto van eigenlijk de eerste opgraving in Hooggarspel. In 1966 was dit, ten zuiden van de Streekweg. Dit is vanuit een hele hoge toren genomen. Je ziet allemaal zwarte strepen in het vlak, zoals we dat noemen. Dat zijn allemaal kringgreppels en greppeltjes en sporen van boerderijen. En je ziet allemaal mannetjes aan het werk en enkele vrouwen. Heel veel landarbeiders ook die de vlakken moesten schoonlepelen. Tegenwoordig wordt dat vooral met een kraan gedaan. Er is een speciale kaasschaaf voor, een schaafbak. Maar dit was echt behoorlijk arbeidsintensief om die vlakken zo mooi schoon te krijgen. En wat leuk om te weten, tenminste ik vind dat wel leuk, is dat die archeologen toen die beseften zich niet dat ze die opgraving hier in Hooggarspel, Tolhuis heet dat, dat ze echt op het meest intacte, fantastische, bewaarde bronzijdterrein zaten dat we nu nog kennen. Dat betekent dat ze heel veel niveaus moesten aanleggen. Ze hebben akkerland, ze hebben een late bronzijdfase, dus een fase waar ze allemaal sloot hebben gegraven rondom huizen uit 1000 voor Christus. Daaronder lagen sporen uit de middenbronstijd, dus uit 1400 voor Christus. Het lag allemaal gestapeld op elkaar. En dat, die stapeling ben ik in mijn korte carrière nog niet tegengekomen. Meestal ligt het gewoon in één vlak. Is het nu niet jammer dat er hele nieuwbouwwijken opgezet worden? Ja, vind ik niet, want het geeft ons mogelijkheid om even in de grond te kijken wat er zit. En bovendien, de ingrepen in de bodem zijn bij Rijgensborg eigenlijk minimaal. Dus we hebben zo'n plan gekregen vanuit de opdrachtgever van waar de sloten komen, waar de bouwblokken komen. En de rest wordt wat opgehoogd en dat wordt in principe niet verstoord. Dus dat ligt er eigenlijk nog voor over 50, 100, 200 jaar als we weer iets nieuws willen met dat terrein. Wat ik het leukst vind is dat natuurlijk als student archeologie dat ik de geschiedenis terug, dat je die terugziet in op straat. Dus het is extra leuk als je zo'n straatnaam ziet en dat je denkt, hey, dat het herinnert aan het verleden en dat er mensen toen ook al hebben gewoond.